Oké, als we de schuifmaat gaan aflezen, doen we eerst het voorwerpje tussen de bekken. Dat kunnen we vervolgens kunnen we dat wegleggen. We hoeven hem alleen maar af te lezen nu. We zoeken eerst de 2 nullen op. We zien hier een 0 en we zien hier een 0. En als we kijken hoeveel hele millimeters er tussen deze 2 nullen staan, dan zien we dat dat 15 hele millimeters zijn. Het is natuurlijk iets meer dan 15, 15 en nog een beetje. En dat en nog een beetje, dat lezen we af op de nonius. We gaan kijken welk streepje op de nonius nu precies één lijn vormt met de streep op de vaste lineaal. En als we ze zo stuk voor stuk allemaal afgaan, dan zien we dat de 7e één lijn vormt op de vaste lineaal. Het antwoord wordt dus 15,7 mm. We kunnen ook bijvoorbeeld meten hoe groot de afstand hier tussen in het holletje is. We doen de bekken daar weer tussen, de messen van de schuifmaat, die steken we ertussen. De dop leggen we weer weg en deze gaan we nu aflezen. Nou, dan gaan we weer de 2 nullen opzoeken. Hier een 0, daar een 0. Hoeveel hele millimeters zitten er tussen deze 2 nullen? In dit geval zijn dat er 11. We gaan kijken welk streepje exact gelijk staat. En dan zien we dat het tweede streepje één lijn vormt. Dus het antwoord wordt 11,2 mm.